Elke week aandacht voor actuele politiezaken die spelen in Flevoland. We laten ook beelden zien, zo. Dus als je kans hebt, kijk dan even mee via de televisie of onze app. Mare Wonder van de politie Midden-Nederland. Goedemiddag. Je gaat het deze week met ons hebben over corona-oplichters, hè? Ja, klopt. En dan heb ik het vooral over coronababbeltrucs bij ouderen. Want het lijkt erop dat die daders landelijk actief zijn, ook in Flevoland en dan specifiek in dit geval op Urk. Vertel eens, hoe gaan die oplichters te werk? Nou, een vrouw die babbelt zich op basis van coronaproblematiek bij ouderen naar binnen. En dat varieert dat ze komt voor een coronacontrole of bijvoorbeeld dat ze komt om de corona, vanwege de corona de woning moet desinfecteren. Nou, vervolgens worden er spullen of geld uit de woning gestolen of weten ze op slinkse wijze het slachtoffer over te halen, de bankpas en pincode af te staan. Ja, en jij zegt nou dat gebeurt dus ineens overal in het land. Wanneer gebeurde dat nou allemaal? Nou, we hebben de afgelopen periode meerdere meldingen gekregen van deze babbeltrucs. En dat is inderdaad vanuit het hele land. En de meest recent bekende gevallen zijn van eind november. Nou, mogelijk ligt dat aantal nog wel hoger. Want we hebben echt de indruk dat we nog lang niet alle zaken in beeld hebben. Ook omdat niet alle slachtoffers doorhebben dat ze zijn opgelicht. Nou, op Urk is in juni dit jaar een 86-jarige vrouw het slachtoffer geworden van deze babbeltruc. Nou, dat is mogelijk uitgevoerd door de vrouw die straks uit deze auto stapt. En we denken dat die auto een bordeauxrode Opel Vectra is. En die vrouw die heeft lang haar. We schatten haar een jaar of 25. En ze sprak later het slachtoffer aan toen die even buiten voor haar huis aan de burgemeester van Sluchteraan van de zon genoot. En ze ging daarna een spuitbus halen om zogenaamd de boel voor corona te ontsmetten. Terwijl die 86-jarige mevrouw buiten moest wachten. Nou, ze komt terug met in haar tas een envelopje met het verjaardagsgeld dat ze van de vrouw weet te stelen. En de auto waar de vrouw in rijdt, die werd overigens bestuurd door een man. Nou, samen vertrekken ze weer in hun auto. En mogelijk is ook dat voertuig een mooi spoor waaraan dit criminele duo herkend kan worden. Nou, wees dus op je hoede als je zoiets ziet. Maak aan dit soort dingen snel een einde, zou ik zeggen. Deel wat je weet over deze vrouw met de politie door te bellen 0800 60 70. 0800 60 70. Het kan ook anoniem via 0800 7000. Mari, je hebt ook nog een beeld, hè, van die vrouw. Niet op Urk, maar toen ze op een andere plek in Nederland toesloeg. En daarop is ze goed te zien? Ja, een aantal foto's kan ik van haar laten zien. En die laten we natuurlijk zien omdat we hopen dat mensen haar herkennen. Je ziet op de foto's ook goed dat het gaat om een jonge vrouw met lang bruin haar. En dat draagt ze in een staart dat wordt vastgehouden met een grote knip. Nou, haar ogen lijken licht en op deze dag draagt ze een trui. Maar dat zou ook een t-shirt kunnen zijn. En ze heeft een legging aan van het merk North Face. Om haar schouder draagt ze een op een Louis Vuitton lijkende tas. En verder heeft ze een normaal tot stevig postuur en draagt ze witte sneakers met een groene achterkant. Nou, herken jij deze vrouw? Help ons dan haar te vinden en bel ons. Ja, ik noem nog een keer de bekende nummers. 0800 60 70, 0800 60 70. En eventueel ook het anonieme nummer kun je gebruiken. 0800 7000 is dat. En mocht je nou geen tips hebben over deze verdachte, maar je wilt toch helpen, nou, dat kun je heel simpel doen door dit bericht en dit filmpje te delen. Dat staat zometeen ook op de website en de Facebookpagina van Omroep Flevoland. En bedankt aan Mare Wonder van de politie Midden-Nederland.